Het parlement heeft recentelijk ingestemd met de wijziging van het wetboek van strafrecht. Bijkomstigheid is dat nu onder meer ook het verspreiden van valse berichtgeving, zogenaamde fake news en het vervaardigen van fake accounts strafbaar is gesteld. Er is onlangs in de DNA een wijziging van de wet van strafrecht ingevoerd, wat nu maakt dat het verspreiden van valse berichten strafbaar is. Wat is uw mening hierover? Nou, mijn mening is, ik vind het wel goed hoor. Het is wel een goede, ja. Je kan geen valse bericht van een ander verspreiden. Als je iets verspreidt, moet je wel zeker weten dat het goed is. Je zou eerst moeten informeren als je wat gehoord hebt, voordat je het verder broadcast, om dat te weten als het goed is, dan pas. Want anders ben je beschuldigend bezig en dat is niet waarmee we met elkaar moeten omgaan. Dat gedoe dat mensen zo negatief over anderen zijn, ik vind het verschrikkelijk. Laten we proberen elkaar op te bouwen in dit mooie land. God heeft ons zo'n gezegend land gegeven. En dan gebruiken we dat land om het land vuil te maken met allerlei negatieve dingen. Ik kan het niet waarderen, echt niet. Dus ik vind het prachtig dat men nou ophoudt met negatieve dingen over dit mooie land te verspreiden. Dat is mijn grootste probleem. Ik zou zeggen, het kan goed zijn. Want dan heb je ook van die valse berichten dat die mensen plaatsen op social media en zo. Dus die niet berusten op waarheid. Dus daar kan je toch wel wat doen nu. En voor sommige mensen gaat het niet goed zijn, want dan kunnen ze niet meer valse berichten plaatsen. Ik vind het goed. En ik ben blij dat er zo'n wet is gekomen. Want waarom vals nieuws verspreiden en dingen zeggen die niet op de waarheid berusten? Dus ik vind het goed. Een goede wet, want ik denk dat niet. Het is niet leuk om iemand negatief te bekladden in het nieuws. Ja. Niet alleen in het nieuws, maar openbaar eigenlijk. Het is strafbaar. En ik sta achter deze wet, ja. Met de inzanging, Bika. Dus dat is het negatief zijn voor Sama. Ik denk dat je een mooi inzicht hebt, dat je een goede inzicht hebt. En als je een goede inzicht hebt, dan heb je een goede inzicht. Of als je een goede inzicht hebt. U hoort het al, valse berichten. Dat betekent dat die berichten onwaarheden, ik bedoel onwaarheid, ja, onwaarheden berust. Dus is totaal fout. Ja, dus wat betreft ze hebben een wet aangenomen. Oké, ik keur het wel 100% goed. Ja, ja, dat is goed. Mijn mening is dat ik, ja, niet dat ik tegen ben, ik ben geen tegenstander. Ik ga wel akkoord, omdat het vaker voorkomt dat men heel wat negativiteit loopt rond te vertellen. Nog erbij op Facebook komt en dat soort dingen. Je naam. Je draagt dan een slechte naam, terwijl het helemaal niet op de waarheid berust. Dus als men nou met een nieuwe wet komt, ben ik daar helemaal eens mee.